future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Ja, een beetje een aparte wedstrijd. Vorige week, na jullie wedstrijd, hoorde je dat eigenlijk op punten, je bent nog kampioen. Maar ja, vandaag gaan we het vieren, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, we hoorden het vorige week na onze wedstrijd inderdaad. Dus toen was er geen feestje, maar dat gaan we vandaag doen. Maar het zal inderdaad apart zijn, want je hoeft in principe niet te winnen. Dus dat is een gek idee. Hij ook niet.
Nou, schiet hem eens. Gaat hij wat stappen? Gaat hij wat stappen? Ik heb een genoemd bij de Mediamarkt bijvoorbeeld, bij de Laakhaal. Goeie, ik weet niet hoe dat heet. Dat komt nu. Billy, hey! Billy! Hallo! Hey! Ja. Echt waar, ik heb niet uit. Gefeliciteerd, joh. Was ja, geen hoogstaande wedstrijd, maar toch gewonnen. En dat geeft toch een extra tintje weer eraan, hè? Nou, dat denk ik wel. Daar kwamen we wel voor. Dus, het was inderdaad niet de mooiste wedstrijd die we gespeeld hebben. Ik denk dat dat wel vaker het geval is met dit soort potjes. Maar ze hebben wel kaart lopen knokken en ik denk uiteindelijk ook verdiend gewonnen. Ja, we hebben gewoon goed gestreden dit hele jaar. Maar we hadden een periode dat gewoon heel slecht ging. Maar we hebben ons hoofd gewoon bij elkaar gezet en gestreden voor het kampioenschap. Nou, ik was te laat omdat ik met mijn 45 kilometer autootje rustig over de weg ging met volle muziek aan. Toen kwamen we allemaal politietjes naar me toe. Ja, maar je moet ook even zeggen, wat voor weg? Wat voor weg? Snelweg natuurlijk. Dat is het leukste van allemaal. Ja, SVC 08, de ploeg van trainer Bert de Best, was lange tijd koploper. Maar is de compositie door het verlies tegen DSO kwijtgeraakt. Het is nu dus afhankelijk geworden van Westlandia, dat met één puntje meer de ranglijst aanvoert in 2C. Westlandia treedt vandaag in Leiden-Dorp aan tegen RCL, dat minimaal één punt nodig heeft om nog aanspraak te maken op de derde periode. En Westlandia, ja, dat is bij winst dus zeker van een kampioenschap. SVC moet dus hopen op een misstap van de Naaldwijkers. Maar het moet bovenal zelf winnen hier in Leidschendam tegen SEF. Dat vecht voor het laatste strohalm. Want ja, de mannen van trainer Frank Dobbe staan op de één na laatste plaats en zouden met een overwinning nog kans kunnen maken op na-competitie voor behoud, maar zijn dan dus ook weer afhankelijk van andere uitslagen. Meerdere belangen dus vandaag hier in Leidschendam in de laatste speelronde en dat maakt het allemaal lekker spannend.
Heeft SVC nog achter de score geopend. Het was Nieuw de Ruiter met een perfecte actie op links. Gaf de voorzet en zijn broer Steven de Ruiter was tevens topscorer. Zijn 22e doelpunt, daar tekent hij voor aan. En zo brengt hij SVC nog op een belangrijke 0-1 voorsprong. Ja, en dan is SVC natuurlijk nog wel afhankelijk van die andere wedstrijd in Leiderdorp, waar RCO het opneemt tegen Westlandia. En Westlandia, ja, dat heeft bij een overwinning het kampioenschap binnen. SVC is dus afhankelijk, maar doet in ieder geval wat het moet doen. En staat hier in Leidschendam na 15 minuten spelen op een 0-1 voorsprong. De ploeg van trainer Bert de Best kwam van Liam de Ruiter. Liam de Ruiter, een hele mooie solo. Iets over de helft begon hij daarmee. Dribbelde helemaal naar de 16. Hij werd door een paar mensen wel tegengehouden. Maar die konden hem uiteindelijk niet van de bal afkrijgen. Hij dribbelde door en met een prima binnenkantvoetje kreeg hij hem achter. En die van de Meulen, de doelman van Seth. En zo komt SVC nog op de dus ruimere voorsprong. We zijn 53 minuten onderweg hier in Leidschendam. Het wordt nog een hele spannende tweede helft hier en ook in Leiderdorp. Westlandia met 10 man. Ja. Nee. Bij 6 tegen SVC 08 waar na een overtreding van Marco Vinkenberg de heer Berg een penalty toe kende aan Sef. En die wordt nu ingeschoten, onberispelijk door Rob van Min, de verdediger van Sef. 30 jaar oud, hij schiet hem rustig in de linkerhoek. Milko Vermeer, de doelman van SVC 08, komt daar niet bij. En ja, zo is het enthousiasme van de SVC 08 aanhang hier weer iets afgenomen. En ja, dat is logisch. Want 1-2, dat is, dat is niet een hele grote voorsprong natuurlijk, zoals u ook zult begrijpen. Maar nog wel een voorsprong. Een doelpunt dus hier namens Sef. Rob van Min brengt Sef terug in de wedstrijd 1 tegen 2. Deel Schaap ontving zojuist zijn gele kaart. Dat zou betekenen een schorsing, maar goed, dat doet er niet meer toe in de laatste wedstrijd. Hij had ook een mooie actie aan de linkerkant van het veld. Ging een paar verdedigers voorbij. Schoten er eigenlijk net naast. En dat was een hele grote kans op die 1-3. Op dus een ruime voorsprong voor de mannen van trainer Bert. Thank you.
Hier zo! Hier! Ja, er is gescoord en Sepp heeft hier de stand gelijk gebracht. 2-2. Het was een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. De doelpunt te maken is mij nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval is het 2-2 en dat betekent voor SVC 08 met 17 minuten op de klok niet veel goed. En dat terwijl het voor de rest allemaal goed gaat. Het scenario in Leiden-Dorp verloopt voor de mannen van trainer Bert de Best volgens plan. Maar ja, als je dan zelf op een gelijkspel komt met een kwartier te gaan, dan is het lastig en dan wordt het lastig. Als het scenario zo is dat hier een gelijkspel op de klok blijft staan, of op de stand blijft staan, dat het in Leiden-Dorp ook zo blijft, dus dat Westlandia verliest, dan komt er een beslissingswedstrijd. Want dan staan Westlandia en SVC 08 gelijk in de stand. Dus het is nog heel spannend hier, het laatste kwartier, stand 2 tegen 2. Scoort. Het is Steven de Ruiter die iedereen hier in Leidschendam, behalve dan misschien de fans van Sef, verlost. Want SVC 08 is in de meerderheid qua support. Dat is logisch, want zij staan bovenaan. En met deze stand zijn ze kampioen. Steven de Ruiter, al zo belangrijk dit seizoen. En hij brengt SVC 08 nu weer op voorsprong. 2-3 met nog 11 minuten officieel op de klok. En wat was het even spannend, Sef. Want Sef maakt het SVC 08 hier heel moeilijk. En ja, dat is wel een compliment te noemen voor Sef. Want ja, je kan ze niet afschrijven, Sef. Er is weer gescoord en weer is het Steven de Ruiter, de topscorer van SVC 08. Volgens mij maakt hij hier vandaag zijn 24e competitiedoelpunt. Het is toch wel een compliment waard. Ik zie emoties langs de lijn. Hij rende naar zijn vader, was het, dacht ik. En ja, SVC 08 doet in ieder geval wat het moet doen. Na een hele moeilijke fase in de wedstrijd waar Sef terugkwam tot 2-2, is hij het dus. Nou, natuurlijk samen met zijn ploeg die SVC 08 terugbrengt, 2-4. In Leiden-Dorp schijnt de stand 1-1 te zijn geworden. Westlandia doet wat terug dus tegen RCL. Het is Joost van Schie, dacht ik, die daar zorgde voor de gelijkmaker. Het wordt dus nog heel spannend in die slotfase. Wat een ontknoping in de tweede klasse C bovenin. Stand hier dus op Sportpark de Stedelijk nog steeds 2-4 in het voordeel van SVC 08. Ja, een doelpunt te regelen hier op de Stedelijk. Het staat 3-4. En zelfs het scorebord nog niet bij het werk. Ja, men is hier ook een beetje onthutst. Want Sef, complimenten voor die ploeg. En dan staat het hier 3-4. Wat een ontknoping. Het is ongelooflijk. En ja, de complimenten nogmaals naar Sef, naar de ploeg van Frank Dobben. Want ze blijven maar doorgaan. 3-4 dus, met nog 4 minuten officieel op de klok. Lalien eruit en nu de bal niet schudt op zijn broer. Steven eruit, wel goed voor 3 doelpunten vandaag. Gaat alleen af op de doelman. En die van de Meulen doet dat. Legt hem bij de tweede paal terug voor zijn broertje Liam de Ruiter. Samen zetten zij die aanval. Maar Liam de Ruiter kan niet bij de bal komen. En die gaat dus over de achterlijn.
Ja, heeft het zelf heel moeilijk gemaakt. Maar nu blijkt dat in bij de dorp RCO op een 2 in voorsprong is gekomen. En dan zou je zeggen dat het toch niet meer mis kan gaan. Ik hoor nu dat het bijna afgelopen is in Luisdorp. Derrick Schaap, wat gaat er door je heen? Ja, dit is mooi. Je verwacht het niet natuurlijk. Want ja, je denkt, Westlandia gaat het niet weggeven. Maar wij zijn dit echte kampioen. Wij zijn echt het rechte kampioen. Ongelooflijk, hè? Helemaal niet in de Allendijk! Ja, dit voelt als de mooiste titel die ik gehaald heb. Ja, dit is geweldig. Die wedstrijd is zo'n einde. Ja, het is onbeschrijfelijk. Echt, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Onbeschrijfelijk. Gaat daar wat gebeuren anders doen we nog een feestje vieren. Ik denk dat Bert de Best de sloot in gaat. Oh, dan gaan we dat eerst naartoe. Ja. Nee, ja, het ging goed vandaag. Ik voelde me goed. En ik had het idee dat ik best dreigend was. En dat kwam daar denk ik best wel een paar keer uit. Het is ongelooflijk spannend geweest. Het mocht een keer zo de goede kant uitvallen. En we hebben het verdiend. Echt een heerlijk elftal om mee te werken. Echt waar. Maar kampioenschapsmedaille. Oké, en houd daar nog op. Haal de pellets maar. En dan hoor je langs de kant allerlei gejuich op een gegeven moment, dat moet helemaal geweldig zijn. Ja, dat geeft gewoon een kick en het is niet normaal hoeveel mensen van de club komen kijken en ja, super bedankt, dat is echt geweldig. Niet normaal, dat is echt niet normaal, echt zoveel inderdaad. Nou ja, op een gegeven moment denk je van 2-0, nou, je hoort natuurlijk vanaf de tribunes hoor je van 1-0 RCL. Ja, dan krijg je een goed gevoel. Denk je eigenlijk, ja, we zijn er. Nou ja, misschien stiekem onbewust. Ja, mag natuurlijk nooit, maar... Ja, en dan zie je dat het de slechtste wedstrijden, maar het gaat erom, je wint hem en wij worden kampioen. Dus wij zijn de lachende derde, lachende tweede eigenlijk. Nee, het is de lachende derde, maar wij zijn gewoon terecht kampioen geworden. Ja, we staan hier bij Gina Vinkelenberg. En naast haar staat je vader. Trots op je vader? Ja. Ja, want wat is er vandaag gebeurd, Gina? Hij is kampioen geworden. Ja, hè? En hoeveel keer ben je het veld ingerend, joh, met een doelpunt? Bij alle doelpunten? Ja, allemaal. Het was geweldig, toch? Ja, het was geweldig, ja. Het is natuurlijk een onwijze ontlading natuurlijk. En ja, ik ben super, super trots en super, super blij, Leon. Hey!